Today, we have a number of fascinating questions that I'd like to try to address. Vandaag hebben we een aantal fascinerende vragen die ik graag aan wil spreken. They may not all appear to be connected with one another, but I'd still like to try to address them. Misschien lijken ze niet allemaal met elkaar gelinkt, maar toch wil ik ze toch allemaal bespreken. And I actually think there is a connection that runs through them all that we'd like to try to explore. En toch denk ik dat er wel een bepaalde link is, zodat het goed is om ze met elkaar te spreken en ze zo naar te bekijken. So let's begin with the first question because there's a lot to discuss with respect to it. We beginnen met de eerste vraag, omdat daar nogal veel om te doen is. We read in Psalms. Out of the mouth of babes and sucklings, you founded strength because of your adversaries, that you might still be enemy and the avenger. We lezen in de psalmen: uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd, omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. So the questioner asks, many people say we need to become like children to grow in our trust and faith in God. En veel mensen zeggen we moeten worden als kinderen om te groeien in ons vertrouwen en geloof in God. What roles do children's honesty and purity have in our spiritual growth? Ja, wat voor rol heeft kinderlijke eerlijkheid en zuiverheid dan in onze spirituele groei? And of course, returning to the verse, en als we dan kijken naar het vers. Who are the enemy and the avenger to overcome? Wie is dan die vijand en wreker die overwonnen moet worden? So I must note that there are a broad array of different interpretations of this verse and what it's coming to teach. Dus ik moet eventjes aangeven dat er verschillende manieren is waarop, waarop dit vers is uitgelegd. For example, focusing on the mouth of babes and sucklings, there are those who see in the extraordinary power of speech that even young children, of course, develop, it seems, almost miraculously. Something that points us toward God. En sommigen hebben gezegd dat is een bepaalde manier van spreken, een krachtige manier van spreken, zoals kinderen dat ook gewend zijn, en een hele bijzondere manier om God aan te spreken. The hallmark, after all, of human beings is the ability to speak, to abstract. Het bijzondere is van de mensheid dat zij de mogelijkheid hebben om te spreken, om zo te onderscheiden. And while, of course, we know that anthropologists nowadays will tell us that the great apes also communicate. En alhoewel er antropologen zijn die zeggen, ja, maar goed, de apen die communiceren ook op een bepaalde manier met elkaar. And they tell us there is a continuum in the capacity for expressing speech. En dat er een bepaalde continuïteit is, als het ware, in de manier waarop ze communiceren. And of course there are even the chimpanzees who have been trained to communicate using sign language and so on. En dat je ook chimpansees hebt die nu gebarentaal kunnen enzovoort. When we speak of speech here, we mean the capacity to abstract. Can you repeat one more time? Sorry. When we speak about speech here, we mean the ability to abstract, to not merely talk about that which is concrete, but to cultivate ideas. Dus we hebben de mogelijkheid als mensen het om te abstraheren als het ware, om bepaalde ideeën los van elkaar te zien. And in all of the arrays of different examples that we find in the animal kingdom, that capability of abstracting remains uniquely human. En ja, als we dat ook zien in bepaalde manieren van communiceren in het dierenrijk als het ware, is dat datgene wat ons onderscheidt. So of course, on that plane, this is all one interpretation of out of the mouths of babes and sucklings.
we see this extraordinary capability with which human beings are endowed. En als we dan weer kijken naar het vers over kinderen en zuigelingen, dan kijken we naar de manier waarop de mensheid als het ware dit is toegelegd. And of course, that points us toward God. En dat wijst ons natuurlijk op God. That is, it is in that sense that we overcome the enemy and the avenger, those forces of godlessness in the world. En het is op deze manier waarop we als het ware macht overkomen, zoals er geschreven staat, dat anti-goddelijk is, zeg maar. Because we see manifestly in the world the stamp of God's presence, the signs that there is that guiding hand of God all around us. En dat we in de schepping kunnen zien dat Gods stempel, Gods afdruk als het ware, overal om ons heen, als het ware, zichtbaar is. Well, obviously that's one interpretation of the mouth of babes and sucklings. Dat is dus één manier waarop je de mond, als het ware, van kinderen en zuigelingen uit kan leggen. Another interpretation focuses more on the babes and sucklings themselves. Er is ook een andere interpretatie die zegt van jij moet meer kijken naar de kinderen en zuigelingen op zichzelf. That is, when you see a newborn child, you see in miniature the act of creation. Want als je kijkt naar een klein kind, een klein pasgeboren baby, dan zie je eigenlijk als het ware het begin van een nieuwe schepping. So that too is in a way how we could speak about founding strength, the reinforcement of our trust in God by seeing the miracle of birth and harnessing it as means to coming to God. En het is als het ware door het kijken naar zo'n pasgeboren kind dat je als het ware de mogelijkheid ziet van een soort nieuwe schepping als je kijkt naar een kind of een zuigeling. Dat is daarmee ook de kracht die daar van gaat. Now, I think, of course, there's value in these interpretations, or else I wouldn't be sharing them with you. En ja, het zijn verschillende interpretaties, anders zou ik ze ook niet met jullie delen. But simultaneously, I think there's something missing in both of them. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat er iets mist in beide interpretaties. Because, you know, we see all around us people who observe the extraordinary human power of speech. People who see the miracle of birth, and it still doesn't bring them to God. En toch zien we dat aan de ene kant mensen communiceren als het ware zien, en aan de andere kant ook het zien van een kind of een zuigeling, maar het hun toch niet dichter bij God brengt. And that brings me to the third interpretation that I'd like to share with you. En daarom wil ik jullie graag brengen naar de derde interpretatie die ik graag met jullie wil delen. And since the words are, to me, so inspiring, I'd actually like to read it to you. En aangezien de woorden zo geïnspireerd zijn neergezet, wil ik ze graag jullie voorlezen. This is from one of the great Bible scholars of the 19th century. Dit is een stuk van een Bijbelgeleerde uit de 19e eeuw. We've read his words on a number of occasions in the past as well. En in het verleden hebben we al eens een keer een aantal gedeeltes van hem gelezen. His name was Rabbi Samson Raphael Hirsch, and he was a rabbi in Frankfurt, Germany. En zijn naam is Samson Raphael Hirsch, en hij was een rabbijn in Germany? Frankfurt, Duitsland. The commentary was written in German, which is much closer to Dutch, of course, than it is to English. En het commentaar is geschreven in het Duits. Het lijkt misschien nog wel meer op het Nederlands dan het Engels. But since I have an English translation and not German translation, I'm going to read it to you in the English translation. Maar als je een Engelse vertaling hebt, zal ik hem voor jullie in het Engels voorlezen. So Rabbi Hirsch comments as follows. En Rabbi Hirsch die schrijft op de volgende manier zijn commentaar. Thus, from the mouths of children and sucklings, the way he renders it,
You, God, have fashioned for yourself an invincible might. En even kijken hoor. Uit de mond van kinderen en zuigelingen heeft u, o Heere, een onzagwekkende kracht bewerkstelligd. If the recognition of God were so difficult that it could be attained only by means of extensive scholarly study, if that were the case. Als het geval zou zijn dat we God alleen zouden kunnen leren kennen door intensieve studie, als het ware theologische studie. If it were necessary, in the words of the scriptures, to penetrate into the mysteries of the supernatural world, as well as into the secrets of the far-flung zones of the terrestrial spheres. En als we de mogelijkheid zouden hebben om alle geheimen, als het ware, die op de aarde, ja, die op de aarde zijn, of alle hemellichamen zouden kunnen ontwaren, als het ware, het mysterie daarvan. And I should note here that he is clearly referring to the verses in Deuteronomy chapter 30, verses 11 through 14, that assure us that the Torah, God's teachings, are not up in heaven and are not on the other side of the sea. En hij wijst hier heel duidelijk naar Deuteronomy 30, vers 11 of 14, als het gaat over de Torah, dat het niet in de hemel te vinden is of over zees. But if indeed it were necessary to go to the heavens, to cross the seas. Maar als het noodzakelijk zou zijn om de hemel in te moeten of de overzees te gaan. If the name of God would not proclaim itself wherever the heavens arch over even one small spot of the earth. Because they do. Can you repeat it one more time? Sorry. If the name of God would not proclaim itself wherever the heavens arch over even one small spot of the earth, because they do, and God's name is proclaimed wherever the heavens arch over the earth. You can always connect with God's name, every spot, everywhere in the world. En je kan op elke wijze, als het ware, Gods naam connectie mee krijgen, als het ware. And here's where we get, of course, to the emphasis on the young children and the sucklings. Hier wil ik de nadruk leggen dus op de kinderen en de zuigelingen. If this ABC of human recognition would not be intelligible to every pure childlike mentality. En als het onderscheid, als het ware, wat gemaakt wordt, het ABC, als het ware, het simpele vertaling, als het ware, het onderscheid dat je kan maken, dat niet zo zou zijn. If God then were to have been so far away. Als God dan zo ver weg zou zijn. Then indeed we would have to despair of the eventual establishment of the kingdom of God on earth. Dan zouden we echt moeten wanhopen op het koninkrijk van God op aarde. Indeed, all those who find it inconvenient to recognize God's name. Iedereen die het ongemakkelijk vindt om Gods naam te onderkennen. That is, to accept the idea of a moral world order and of moral responsibility before one supreme judge of men and nations. Om het idee te accepteren van moraliteit, van morele normen en waarden ten aanzien van de schepper. All such people would then find it an easy thing to expunge these thoughts and concepts from the minds of men, to drive out the very idea of God and his kingdom from the human mind.
Dan zou het voor de mensheid zijn dat dan het idee van goddelijkheid, als het ware, uit het verstand van mensen, als het ware, geband zou kunnen worden. Fortunately, of course, that is not the case. Gelukkig is dat dus niet het geval. Every baby that is born means the advent on earth of a pure soul. And elk, sorry, one more time. Every baby born on earth is the advent of a pure soul that is one more pure soul capable of God consciousness. En elke geboren baby of zuigeling, als het ware, is een pure ziel, als het ware, die ontvankelijk is voor God. And even if the very name of God were to disappear from all the books of an arrogant, erring human science, even if they were to erase God's name from it all. Zelfs als een arrogante menselijke wetenschap, als het ware, ervoor zou zorgen dat Gods naam zou verdwijnen. It could still never be expunged from the divine scriptures handed down from heaven anew to every unspoiled new generation. Dan zou het nog niet zo zijn dat het goddelijke, wat als het ware zichtbaar is, wat in de schriften als het ware, die uit de hemel gereikt zijn, zouden toch, zeg maar, Gods naam als het ware zien in een nieuwe generatie. Dat zijn de kinderen. The faith in the eventual coming of the kingdom of God will still rest on a firm foundation because of the babes and sucklings, because of the future generations. En de komst van het koninkrijk heeft daarmee een sterke basis met betrekking tot de kinderen, als het ware, de nieuwe generatie. So in effect, as he continues, the verse is telling us, you have written the proclamation of your name upon the heavens above, where it cannot be reached by the hands of man, but yet it is intelligible even to children. En dat de proclamatie van Gods naam, als het ware. Can you repeat it one more time? Sorry. That is, you wrote your name where man can't reach it, can't destroy it, but where it remains intelligible, understandable, even by the children. Ja, dat het, als het ware, zo is dat God de proclamatie van Gods naam, als het ware, Gods naam, als zou die, zeg maar, onbereikbaar zijn, en toch benaderbaar is, zelfs voor kinderen. You built an indestructible foundation for your kingdom because of those who consider you an impediment for their ambitions and in their views on life. You gave us that indestructible foundation in order to thwart the plans, again, of the enemy and the avenger. En hij heeft ons dus zijn naam gegeven, als het ware, en een kracht, als het ware, gegeven om de menselijke ambities van die vijand, zoals daar geschreven staat, teniet te doen. They would leave no room for God's guiding presence in actual everyday living. Ze zouden geen ruimte laten voor Gods leiding van elke dag. They, now I heard it continues, would confine the worship of you to certain places, times, and occasions, to temples, churches, synagogues, festivals, and special ceremonies of life.
En de aanbidding die plaatsvindt in tempels, in synagogen, in kerken. But of course, that's not really sensing God's presence. Dat is niet echt Gods aanwezigheid ervaren. It's banishing God to some convenient little corner where we can go there, open up the box, so to speak, whenever we feel inclined to do so, and then shut it closed and go back to whatever we were planning on doing with our lives. Dat is een beetje alsof je God in een hoekje drukt, alsof je hem als je ware in een doosje wil doen en open en dicht kan doen wanneer je zelf wil. It is the purity of the little children that ensures that that plan will never succeed. En het is dus als het ware de lofprijs van puurheid als het ware van een kind dat dat verzekert dat dat dus nooit zal gebeuren. And that then is the strength, as it were, the invincible might with which God remains revealed in this world. En dat is dus de wijze waarop als het ware voortgaand geopenbaard wordt door de goddelijke God. So of course, in this interpretation of Rabbi Hirsch, there's more, but we're bridging because our time is limited. We can readily answer the questions here. What roles do children's honesty and purity have in our spiritual growth? Dus dan kunnen we eenvoudig als we kijken naar het commentaar van Rabbi Hirsch, die ontzettend moeilijk was zonder hem erbij te hebben. Maar kunnen we ook eenvoudig ingaan op de vraag wat de rol van de puurheid en de eerlijkheid van kinderen in onze spirituele groei bewerkstelligt. Most critically, in ensuring that the plans that we associate with the enemy and the avenger come to nothing. Dat we weten dus dat de plannen van de vijand en de wraakvuurige uiteindelijk tot niets zullen leiden. That is, the enemy and the avenger are, in this conception, the people who see life solely as means to their own advancement. En dat de vijand hier en de wraakvuurige hier als het ware de mensen zijn die het leven als het ware als een middel zien om hun doel te bereiken. As he expresses it, for them, self-preservation and the pursuit of their own individual happiness would become the supreme goal of every individual, and everyone else would merely be competitors. Dat als het ware andere, deze vijanden als het ware, zeg maar, gaan voor zelfbehoud. En het primaire doel van hunzelf is om hun eigen ik als het ware te bevredigen, het najagen van hunzelf. En alle andere mensen als het ware als concurrenten van dat doel worden gezien. So of course then, everyone becomes an enemy and an avenger. En dan wordt everybody else. Dan worden natuurlijk al die anderen dus ook een vijand en een wraakgierig iemand. But when through that purity of spirit, we encounter God, we appreciate the bankruptcy of that kind of life. En als we dan kijken naar de manier waarop kinderen en zuigelingen als het ware dat pure aanbidding als het ware er is, dan zien we ook het feit dat de plannen van de vijand en de wraakgierige hier tot niets leiden. And that of course then is what stills, what silences the enemy and the avenger, that way of looking at life. En die manier van kijken naar het leven, dat doet uiteindelijk de vijand en de wraakgierige verstommen staan. So of course, again, to that extent, we, I think, can very well appreciate the message of the mouth of babes and suckling. Op deze wijze kunnen we dus heel goed de manier vinden waarop hier dus uit de mond van kinderen en zuigelingen geschreven staat. And I just like to add to that, what I think almost inevitably is
an additional dimension that flows from this interpretation of the verse. En wat onvermijdelijk is, is dat hier als het ware een extra dimensie zit in het vers. That is, we all have that childlike awe and reverence someplace inside us. Is dat we dus ergens in ons ook dat kinderlijke onzagwekkendheid voor God, zeg maar, hebben. So of course to that extent, again returning to the question, what roles do children's honesty and purity have in our spiritual growth? We need to rediscover that childishness within ourselves. Dus is het, als we kijken naar de vraag, wat is de rol van kinderen, hun eerlijkheid en puurheid in onze spirituele groei? Is dat we dus kijken naar die kinderlijkheid in onszelf. That's undoubtedly a critical mission that faces each and every one of us. Dat is dus eigenlijk een soort van kritieke missie die ons allemaal bezig zou moeten houden. Because, you know, we don't only have within ourselves that child. Want we hebben dus niet ieder in onszelf dat kinderlijke. Let's be honest with ourselves. We all, each of us, have within ourselves the enemy and avenger as well. Want we hebben namelijk in onszelf ook, laten we heel eerlijk zijn, die dat vijandschappelijke als het ware en wraakgierige in ons. We recognize there is that egotistical element. Look out for number one, the Americans say. In ons allemaal huist een beetje dat egoïstische. Ja, kijk uit voor number one, zeg maar. Dus kijk uit voor mij. Maybe not only Americans say it. Ja, misschien zeggen de Amerikanen het niet alleen. We don't have that saying yet. When they say it, they're not talking about looking out for God. After all, God is the number one. But they don't mean that. Ja, daar hebben we het dus niet over kijken naar God als nummer één als het ware, maar gewoon naar onszelf, het egoïstische. So we need to connect with that child within us in order to appreciate the real number one is God, not that egotistical element that's lurking someplace in the shadows in each of our souls. Dus we moeten een verbinding zoeken met wat kinderlijke in ons, wat gericht is op God en niet het egocentrische wat in onze schaduwen, ons eigen ik als het ware, schuilhoudt. So, it's an ongoing challenge. It's an ongoing struggle to enable that child within us to emerge victorious and still the enemy and the avenger within us. Dus het is een voortdurende zoektocht en uitdaging als het ware om dat kinderlijke in ons te zoeken en niet dat egoïstische, dat egocentrische. Now, I think all of these dimensions are not only relevant in understanding the verse in Psalms, but they're also very important in our considering the spiritual missions that we each of us face in our lives. Dus het is niet alleen om de psalm zo beter te begrijpen, maar ook om een soort van kijk op de missie die wij hebben in ons leven. But so far, there's something that I feel is critically missing in what we've said about this verse. And it's critically important for each of our lives and also for everything else that we want to discuss in today's session. En ik vind dat wel belangrijk dat er iets kritieks hierin is, wat we nog niet hebben besproken, maar wat wel kritiek is om en wat we dus nu gaan bespreken. Because, you know, if indeed this were all there was to spiritual growth, to meeting the challenges spiritually in life, it would actually be awfully depressing. Want als dit het enige was wat bij zou dragen aan onze geestelijke groei, dan zou het wel iets depressief zijn. We make it sound like the ideal
is to be a little child. Dan zou het ideaal dus zijn dat je op een klein kind zou gaan lijken. It sounds almost ironic to talk about being a little child and speak of spiritual growth. Ja, dan heeft het eigenlijk iets heel raars dat je praat over kind worden, maar tegelijk ook geestelijk groeien. A child grows up. Want een kind groeit toch op? We don't regard growing up as a tragedy. We don't regard it as something to be avoided. On the contrary, we celebrate growing up. Het is dus niet zo dat we het als een bemoeilijking zien als vader of iets wat niet kan, maar juist vieren we het feit dat je groeit. So if all the advantages were to be found only in being little children, it would really be awfully depressing, wouldn't it? Dus als het voordeel alleen zou gelegen zijn in het feit dat we als een kind moeten worden, dan zou het toch wel iets depressief zijn, iets teleurstellend. Then we would find ourselves forever mourning growing up. Want dan zouden we onszelf in een positie bevinden waar we alleen maar treuren om het feit dat we groeien. You know, ironically, I think in a very different sense, that's something we find very much in the world today. Weet je, eigenlijk is dit hetgene wat we eigenlijk ook echt in de wereld zien. Worshipping youth. As if growing older was something to be avoided at all costs. Het aanbidden als het ware van jeugdelijke, alsof het ouder worden vermeden zou moeten worden op dezelfde manier ook. We don't see things that way. Maar zo zien we het niet. It is, if anything, on the contrary, when we consider the great continuum of life. Integendeel, als we kijken naar het voortduren als het ware in de schepping. As expressed in Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Zoals dat in Prediker hoofdstuk 7 vers 1 staat. A good name is better than precious ointment. And the day of death is better than the day of one's birth. Dat als ik even te zoeken. Goede naam is beter dan goede olie en de dag des doods is beter dan de dag van iemands geboorte. The day of death is better than the day of one's birth. Dat de dag des doods beter is dan iemands geboorte. At first brush, that sounds like a very depressing thought. Dat klinkt toch iets als iets heel depressief. Actually, I think it's a very optimistic thought. Eigenlijk is het juist iets heel optimistisch, lijkt me. If you celebrate the day of birth as the best thing that ever happens to a person, then basically you're saying it's all downhill from there. Als je het geboren worden als het ware viert, dan alleen maar viert, dan zou het zijn dat je eigenlijk alleen maar vanaf hier af alleen maar minder zou gaan worden. As the day of birth, a baby is only potential, nothing yet actualized. Maar een klein kind ligt eigenlijk het potentieel, er is nog niks gerealiseerd. You know why one would say that the day of death is better? Snap je waarom hier geschreven staat dat de dag des doods beter is? After a life well lived, after a life of good deeds, of godliness, then it's not just potential to celebrate, it's the actual, it's what a person has done with his life that's so important. Na een goed leven, na het goddelijke als het ware ervaren te hebben, dan is het juist iets wat je viert als je op het einde als het ware. You wouldn't say that merely about a person tenaciously holding on to being a baby for all his or her life. Dat is dus niet iemand die angstvallig vasthoudt aan het baby te blijven.
We do need to grow up. Want we moeten opgroeien. And maybe a good way of appreciating that message of growing up, and I think this may also be implied in our verse from Psalm chapter 8, is what we read in Ecclesiastes chapter 4, verse 13. Want iets wat ook in dit vers zit en wat we er ook uit kunnen halen, is beschreven in Prediker 4, vers 4, verse, sorry, 4, 13. 13. Yeah. At least I'm trying to learn a little bit of a Dutch, so. Okay. Now, the verse itself is a bit mysterious, so we need to figure out what it means. Het vers zelf is een beetje mysterieus, dus laten we gaan kijken om het te ontcijferen. Better is a poor and a wise child than an old and foolish king who no longer knows how to take care of himself. En dan zit ik eventjes te kijken. I'm just looking because I... Beter is een arme, maar wijze jongeling dan een oude, maar dwaze koning. Of course, what you note in the expression here is that the child, specifically, is the one described as wise. Not naive, not childish, wise. The king is foolish. Wat goed is om hier te benadrukken, is dat het kind wijs is. Dus niet naïef, maar dat de oude koning dus als dwaas wordt gezien. We have an ancient tradition in understanding this verse as describing not simply children and kings, but rather the inner conflict that takes place within each and every one of us. In onze traditie is het zo dat wij, als we kijken naar dit vers, het niet alleen hebben over jongeling en koning, jong en oud, maar eigenlijk kijken naar dat innerlijke conflict in ons. That is, each of us comes into the world with certain very basic, very animal drives. Drives to power, drives to pleasure, drives to providing for ourselves what we crave. En eigenlijk is het zo dat de wereld inkomt met natuurlijke, dierlijke driften als het ware. Dus om macht, driften voor plezier, om onszelf te bevredigen. These are the first and therefore the oldest drives that we have within ourselves. And they rule over us. Dit zijn de eerste of de oudste driften die we hebben als het ware en die dus regering voeren over ons. So in the words of Ecclesiastes, this is the old but foolish king. Dit is dus de, om in de woorden van Prediker te blijven, de oude, de dwaze koning. It's only later in life, as we begin to mature, that we develop something more than that. Het was dus later in het leven dat we volwassen worden en dus meer leren. We acquire the ability to reflect, to think deeply about life and its meaning. Dan hebben we dus de mogelijkheid om na te denken over het leven en zijn bedoeling. In short, we begin to grow wise. Terwijl dan beginnen we wijs te worden. Now, this beginning to grow wise is, first of all, a very slow, very gradual process. En dit proces van inzicht krijgen is eigenlijk iets wat heel langzaam ontstaat. It certainly doesn't take command over us, because those drives that we have from birth are still very much in control.
Want het is dus niet zo dat deze dat inzicht als het ware direct komt, omdat eigenlijk die eerste oude driften nog heerschappij over ons voeren. And since those drives are there from the start, and this beginning glimmer of wisdom comes only later, relatively speaking, the wisdom is the child. En eigenlijk is het zo dus dat het kinderlijk als het ware, die glans later pas komt en die driften eerst er nog zijn. It is all too often a poor child compared with these powerful drives, but it is a wise child. Het is dus een arm kind, als je het zo bekijkt, maar ook een wijze jongeling, wijs kind. And this, I propose to you, is a critical insight as to why we do strive to grow up. En ik leg u dit voor. Dit is dus de uitdaging, als het ware, die er ligt om volwassen te worden. Because relating to life appropriately means acquiring wisdom. Want de juiste manier om het leven te benaderen is om wijsheid te vergaren. The strength of the babes and sucklings is also in a way a weakness. Want de kracht van kinderen en zuigelingen heeft ook een zwakheid in zich. Young children have no pretensions. Kinderen en jongelingen die hebben niet een pretenses. That is, they don't put on airs. They don't ze zijn see things. Ze zijn nog onbevangen. Right. But they also don't have any sense of responsibility, of vision, of the long-term view of reality. Want ze hebben dus niet die verantwoordelijkheid. Die visie als het ware, die visie op de realiteit. And of course, all those things can be exploited to negative ends, to destructive ends. En al die dingen kunnen uitgebuit worden voor een negatief doel. And growing wise doesn't provide any guarantee of growing more righteous. En wijsheid vergaren leidt het niet automatisch toe dat je ook gerechtvaardig wordt. But growing older and wiser can, if we choose, provide us with a far deeper connection to God guiding us in our lives. Maar het kan wel het geval zijn als we dat koppelen aan God die ons leidt. And that's then the final, if you've been counting, the fifth interpretation that I'd like to share with you with respect to these words from Psalms. And this is dus eigenlijk de vijfde interpretatie die we toestaan, die over deze psalm gaan. That maybe we can say that out of the mouth of babes and sucklings, you found it strange in this sense. Again, in Ecclesiastes, the poor but wise child. Is dat als je kijkt naar deze psalm uit de mond van kinderen en jongelingen, kun je dat ook dus koppelen aan die prediker, aan die manier waarop prediker ernaar kijkt, dat het gaat om een arme maar wijze jongeling. The penetrating insights that come with wisdom and with age, and that are yet associated specifically with the child, the refined, redeemed child within each of us. En de doordringende wijsheid, als het ware, dat je krijgt van het ouder worden, wat eigenlijk allemaal in ons schuilt. That which enables us to overcome the enemy and the avenger, that is the old and foolish king, our drives and our passions that in a newborn govern everything that the child does
But with age, we can control. Dat als het ware, zoals de prediker zegt, het gaat over die vijand. En dan hebben we het dus over die oude, maar dwaze koning. Dat als het ware is die driften, die passies die we hebben. Maar voor een wedergeboren iemand dus niet controlerend zijn. So I realize that in a way, we've kind of considered this verse from two opposite perspectives. Eigenlijk hebben we deze psalm, dit vers nu bekeken vanuit twee verschillende kanten. And of course, inevitably, if you ask, so, which is it? En tot vermijdelijk is natuurlijk dat je vraagt van, nou, welke is het dan? I'm sure you could already anticipate that I'll say it's both. Dan kun je natuurlijk ook ervan uitgaan dat ik kan zeggen dat het beide is. That is, we of course value that honesty and purity of the young child. Natuurlijk hechten we waarde aan het eerlijke van een kind en het pure. And we strive to preserve that on some plane into our old age as well. En op een bepaalde manier willen we er zorg voor dragen dat dat op onze oude dag als het ware ook geldt. But we don't want to remain children who never grow up. We willen niet kinderen blijven die niet opgroeien. Because we also value the wisdom of age. Want we ook waarde hechten aan de wijsheid van de oude dag. The insight that comes with perspective. Het inzicht wat we krijgen met het krijgen van perspectief. The wise child who can vanquish the old and foolish king. Het arme maar wijze jongeling die het oude maar dwaze koninklijke als het ware teniet kan doen. And who vanquishes that king, mind you, not simply through the spontaneity and purity of childishness, but through wisdom acquired patiently with time. Maar het gaat dus niet om het oude als het ware niet te doen door spontaan te zijn, het kinderlijke, het jeugdige, maar wijsheid verkregen door de jaren. I think these two perspectives are critically important for us to have as we move on to the questions that lie ahead. Ik denk dat dit een kritiek is, iets is wat we nodig hebben om de volgende vragen te kunnen benaderen. And it is on that note that we will continue. En daarom gaan we nu door. Thank you.